Vandaag ben ik op de Uilenburg. En dat is eigenlijk best speciaal. Dan zul je denken, ja waarom? Dat komt omdat ik Saskia heet. Saskia van Uilenburg. De vrouw van Rembrandt, daar ben ik naar genoemd. Goed, dat heeft natuurlijk helemaal niks met het huis te maken, maar het is gewoon een leuk weetje. Ik sta hier voor nummer 14. En waarom? Omdat hij bij ons in de verkoop staat. Dit is wel een bijzonder pandje hoor, echt. En hoe bijzonder het is, ja, dat ga ik je natuurlijk even laten zien. Dus ik zou zeggen, loop maar even mee naar binnen. Nou, nu zijn we binnen in dit toch wel bijzondere huis. Hal, trap erboven, toilet. En dan loop ik hier zo de keuken in. Daar ga je zo meteen nog wel wat van zien. En via de keuken in de woonkamer. En in de woonkamer heb je uitzicht aan de voorkant over het water, je overtuin. En hier is altijd wel wat te beleven, zeker in de zomer. Iets heel leuks laten zien, want hier, voor de jongeren onder ons, dit is nou een lavet. Ga maar eens even kijken. En dan zijn we hier op de verdieping. En hier achter mij, op deze schuifdeur, zit een badkamer, een kast, opbergruimte, 3 slaapkamers. En hier een luik naar de vliering, waar je van alles kwijt kunt wat je niet direct nodig hebt. En dan loop ik nu naar buiten, door de schuifpui van de serre. Dan sta ik hier in de achtertuin. En dan zie ik dat. Ik zou zeggen, loop even mee, want je ziet het nog niet. Volg mij. En dan zie je dit. En dat is toch prachtig. Het uitzicht over de Rutenpolder. Zoals je ziet ben ik weer aan de voorkant van het huis, want wat ik nog niet had laten zien is deze overtuin. Er zijn heel veel huizen hier en in Eilst hebben we een overtuin. Het mooie hiervan is dat je 2 parkeerplekken hebt en dat je nog voldoende ruimte overhoudt om een leuk zitje te hebben. Dus stel je hebt zin in reuring en gezelligheid, dan zit je hier. Maar heb je zin in rust en een magnifiek uitzicht, dan zit je hier. Moet je eens kijken hier, de pompenbladen met de bloemen. Prachtig! Dat ligt gewoon aan het eind van jouw tuin. Ik geef toe, er moet wat gebeuren in dit huis. Een beetje TLC. Maar als je het straks helemaal opgeknapt hebt, dan woon je hier natuurlijk op een fantastisch plekje. Denk je van, dit zou wel eens mijn huis kunnen zijn en hier wil ik wonen. Dat is geen probleem hoor. Dan bel je even voor een afspraak en dan laten we het huis aan je zien. Ik zeg tot ziens.